Hier zijn de goede Bijlo, David de Goede te Amsterdam en mijzelf, Vincent Bijlo te Bunnik, met onze podcast voor corona, na corona. Vandaag hebben wij te gast Helene Mees. Helene, ze studeerde economie en rechten aan de Universiteit van Groningen, heeft een tijd bij het ministerie van Financiën gewerkt, bij de Europese Commissie, 2000 naar New York gegaan. 2006 schreef ze een geweldig manifest: vrouwen moeten nu eindelijk eens echt aan het werk gaan. Zij is medeoprichter geweest van Women on Top. Haar proefschrift was ook buitengewoon interessant. Changing Fortunes, How China's Boom Caused the Financial Crisis. Daar gaan we het straks natuurlijk ook wel even over hebben. Ze schrijft van allerlei dingen. Weg met het deeltijdfeminisme. Daar gaan we natuurlijk allemaal over praten. Helene, goedemiddag. Goedemiddag, Vincent. En wat dag ontzettend, wat ontzettend leuk dat jij in onze podcast wil zijn. En wij beginnen altijd met de vraag: hoe zat jij erbij in maart toen de lockdown lockdown uitbrak? En bij jou was dat misschien net iets eerder dan bij ons. Nee, eerlijk gezegd, New York liep ongeveer 12 uur op Nederland achter, maar ik was toevallig in Nederland. Oh, ja. Sindsdien zit ik ook in Nederland vast, of ik zat op dat moment ook al in Nederland vast, want er is een travel ban afgekondigd door president Trump. En die heeft betrekking op iedereen die geen green card of Amerikaans paspoort heeft. En dat heb ik allebei niet, want ik zit daar op een werkvisum. Dus ik heb de lockdown in Nederland meegemaakt, waar die super relaxed was. En volgens mij zat ik nog op het terras van de ijsbreker toen daar meegedeeld werd dat het binnen een half uur moest sluiten. En ik ben er ook afgegaan van dat terras. Ja, ik ben er in ieder geval die zaterdag nog geweest, maar ik werd toch al veel minder druk hoor in de horeca. Dus iedereen was al een beetje zekerheidshalve. En ik was op die week daarvoor zelf al naar bepaalde feestjes en borrels niet toegegaan met de gedachte van ja, dat wordt nu niet meer nu we een epidemie in de wereld hebben. Maar jij hebt dus nu een huis of appartement in New York, in Brooklyn, waar je nu gewoon helemaal niet heen kunt. Ja, dat is zo. En heb je ook een idee wanneer dat eventueel die ban zou kunnen worden opgeheven of niet? Nou ja, Donald Trump zei een paar weken geleden tijdens een persconferentie dat ze er druk in overleg waren. Maar ja, dat zei de minister van Buitenlandse Zaken of Defensie, Pompeo, zei dat in juli ook. En nog steeds is de travel ban, houdt nog steeds stand. En ja, dat gaat natuurlijk wel even duren als wij het hier in Europa niet onder controle krijgen. Een Nederland in kluis, zoals de laatste cijfers van het RIVM wel weer duidelijk maken. Dus ik, met gemengde gevoelens. Ik moet zeggen, toen ik de eerste beelden uit New York zag, vond ik het heel schokkend. Ik heb al vrij veel rampen in New York van dichtbij meegemaakt, 9-11. Mijn buurt waar ik woon in Brooklyn werd heel zwaar getroffen door de orkaan Sandy. Yeah. Dus dat veranderde toen in een soort oorlogszone. Nou, dat was met 9-11 natuurlijk ook gebeurd. Yeah. Toen woonde ik nog op Manhattan. En dus ik vond het afhankelijk ook niet zo erg. Maar de hele zomer hebben we wel mijn handen gejeukt om weer, mijn koffer staat klaar om weer weg te gaan. Ja, want had je, er komt natuurlijk een hoop in. Nou, want je had er natuurlijk waarschijnlijk nu al lang weer moeten zijn om dingen te doen. Ja, maar het gebeurt natuurlijk in Amerika ook niet meer zoveel in New York. Nee. Alles wat er gebeurt via videoconference. Dus dat maakt het ook weer een beetje makkelijker. Je wordt ook niet geacht je ergens te begeven of formele bijeenkomsten te houden. Het liefst ook geen informele. Het beleid is daar, zeker omdat mensen ook iets meer op elkaar letten, wel wat strenger dan hier. En New York is wel ook relatief, dat schrijf jij ook, relatief heel zwaar getroffen door de pandemie natuurlijk. Ook in qua ongelijkheid, financiële ongelijkheid ook. Ja, het is ongelooflijk wat daar is gebeurd. Weet je wat ook zo apart is? Er zijn een heleboel mensen die zeggen dat in Nederland al, we hadden een week eerder op slot moeten gaan, want dat had zoveel doden gescheeld. Maar moet je voorstellen, de eerste doden in New York, die viel op donderdag. Op maandag, dus 4 dagen later, is alles op slot gegaan. Nagenoeg alles op slot gegaan. Mm-hmm.
En desondanks zijn er zo ontzettend veel doden gevallen. En die eerste dode die viel, dat was iemand met, hoe noem je dat, longemfyseem, cystic fibrosis. Ja, het kan allebei natuurlijk. In ieder geval een hele ernstige longziekte, waarvan het dan ook nog niet overduidelijk is dat het ook heel veel gezonde jonge mensen kan treffen. Nee. Dat is in New York, door de density. Maar wat je ook zegt, dat is ook heel ongelijk verdeeld. De sociaal-economische scheidslijn loopt deels ook via raciale lijnen. Ja. Wat je ziet is dat mensen in zwarte wijken, Latino-wijken, dat die heel zwaar getroffen zijn, dat daar het dodental heel hoog is. En of daar deels de richtlijnen later zijn nageleefd, maar vooral dat mensen ook niet de mogelijkheid hadden om vanuit huis te werken, want ze hadden geen kantoorbaan, dat ook per internet had gekund, maar wat meer in de persoonlijke dienstverlening. Ja, ik heb altijd de persoonlijke dienstverleningseconomie in New York bejubeld, maar daardoor ben je wel heel kwetsbaar. Hè? Persoonlijke dienstverlening impliceert ook wederzijds contact. Ja, ja. En dat maakt een New York nou juist zo'n plezierige samenleving, maar dat maakt natuurlijk de mensen die in die banen werken heel kwetsbaar voor het virus. Denk je nou dat het daar op de een of andere manier lering uitgetrokken zal worden door instanties daar? Nou, je ziet Mario Cuomo, ja? Die daar erg mee zit, is een onderschatting. Dat hij daar echt enorm... Nee. Hij is de gouverneur, hij is katholiek, hij is democraat. Maar ik denk dat hij geschrokken is tijdens de pandemie om te zien wat voor verschillend resultaat dat voor mensen had, afhankelijk van hun sociale klasse. En dat betekent ook vaak afhankelijk van hun huidskleur. Dus dat is gewoon, ik denk dat elke keer als ik nog even weer wat van hem hoor, ik luister niet meer standaard zoals die eerste maanden wel deed, elke dag naar zijn persconferentie. Mm-hmm. Maar je kunt wel merken dat hij daar niet alleen boete aan het doen, maar dat hij daar ook grote lessen voor de toekomst. En hij ambieert toch eventueel het presidentschap. En niet nu was hij geen kandidaat, maar mogelijk in 2024 is hij dat voor de Democraten wel. Mm-hmm. Dat voor hem dit heel wezenlijk moment in zijn leven is geweest. Mij denk ik alles wat hij in zich heeft ten dienste zal stellen om dat te veranderen. Het is natuurlijk ook heel ernstig dat als je in lagere sociaal-economische klasse, die ziekenhuizen gewoon in Brooklyn en dergelijke, die waren gewoon helemaal niet voorzien van voldoende apparatuur. En Cuomo heeft wel alles aan gedaan om te zorgen dat er voldoende beademing en dergelijke kwam. Maar de kwaliteit die geboden kan worden, bijvoorbeeld de partner van een vriendin, de echtgenoot van een vriendin van mij, die woont aan de Upper East Side, Park Avenue. Hij is natuurlijk gewoon heel goed behandeld in het ziekenhuis. En dan blijft het nog een nachtmerrie scenario. Maar moet je voorstellen dat je in Brooklyn ergens terechtkomt waar helemaal de verpleegkundigen zich moesten hullen in vuilniszakken om maar een klein beetje beschermd te zijn. Ja, vreselijke. Maar het legt het natuurlijk ook zo verschrikkelijk genadeloos bloot wat de vreselijke kanten aan het systeem daar zijn. En keer op keer natuurlijk, of dat naar Sandy is of dit. Je ziet altijd weer dezelfde mechanismes. Nou, dat is dus niet waar. En dan kan je dan van alle, de drie rampen die we dan nu zo even hebben. Kijk, de World Trade Towers. Ja, de mensen die daar werkten, dat waren de mensen... Nee, maar ik bedoel eigenlijk met Sandy. Nee, daar begin ik even mee. Ah, ja, oké. Okay. Dat heeft niet een bepaalde sociale klasse. En als dat dan heeft het de witte bovenlaag getroffen. De mensen die in de investeringsbank, weet je nog, dat obligatiekantoor waar al het personeel, behalve de baas, dood van ging. Man. Dat was echt blown away. Mm-hmm. Dus dat is, die ramp trof niet een bepaalde zwakke... Dat is met Sandy, dat was voor Staten Island wel zo. Maar als je keek bijvoorbeeld naar
Brooklyn, hè, ja, dan heb je deels de Far Rockaways, daar is veel armoede. Maar je zag ook mensen die gewoon in een heel mooi deel, in een hele mooie lagune woonden. Wat sowieso heel gevaarlijk was, waar ze desondanks woonden. Met die mensen, als er geen hurricane is, hoef je met die mensen geen medelijden te hebben. Dat zijn geen sociaal achtergesteld, maar die wonen op een prachtige locatie. Mijn buurt, met ons hoef je geen medelijden te hebben, maar we werden niet min heel hard getroffen. Nee, precies. Wind is wind. Dat is het. Art District, Tribeca, allemaal de hoogste, de duurste, de Chelsea, Tribeca, werden, Wall Street, werden allemaal heel zwaar getroffen door Sandy. Dat betrof meestal witte mensen. Dus in die zin is het niet elke keer, maar deze keer met de coronacrisis is het echt genadeloos geweest. Heeft het genadeloos de verschillen. Ik wil niet zeggen dat ik het hele systeem in de Verenigde Staten in één keer, of in New York, de persoonlijke dienstverlening in één keer wil afschrijven. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen in New York die nu getroffen zijn, maar die in Nederland überhaupt nooit welkom waren geweest, omdat ze illegaal zijn. Ik hoor je niet meer. Hoor je mij niet meer? Oh ja, nu wel. Die niet welkom waren geweest, omdat? Omdat ze illegaal zijn. Kijk, ja. New York heeft natuurlijk, ja, is een staat waar, en ook een stad waar president Trump heel veel moeite mee heeft, omdat wij een, hoe noemt hij dat nou ook altijd, wij zijn steden die illegale gewoon laten blijven. Ook als een illegaal iets overkomt, hij krijgt een ongeluk, wordt ziek, hij kan gewoon naar de politie gaan, aangifte doen als hij overvallen is of als iets gebeurd is. Yeah. Als hij ziek wordt, kun je naar het ziekenhuis gaan. Look, je hebt toch niet de beste ziekenhuis op, maar je kunt wel naar het ziekenhuis gaan zonder dat je bang hoeft te zijn dat je wordt opgepakt. Omdat ambtenaren in een stad als New York, sanctuary cities noemen ze dat, niet de verplichting hebben om de immigratiedienst te informeren dat iemand dat er illegaal is. Maar je kunt ook zien de rechtbanken in New York. Iedereen is er. Probeert illegale echt een veilige plek te bezorgen, kansen te geven. En dat gebeurt niet in Nederland op die schaal of gebeurt vrijwel nooit. Tenzij er een hele grote public outrage, hè, grote publieke woede. Maar dat hebben we één keer per jaar zo'n actie. En dan de rest laten wij ook maar gewoon zitten. Heeft de tijd of de tradities die stad zo gevormd dat het daar zo is? Dichter bij de microfoon. Heeft de tijd, de tradities die stad zo gevormd? Dat zo... Ja, kijk, New York of Amerika is natuurlijk een land waar de oorspronkelijke bewoners niet meer zijn. Dat was niet een echte genocide, maar er zijn wel iets van 3 miljoen Native Americans omgekomen. Doordat de Westelingen, aangevoerd door Columbus, het continent hebben veroverd. Nederland, New York als Nederlandse kolonie, laten we dan zo zeggen, als ze nou de Nederlandse trek had gehad, was New York nooit geweest wat het nu is. Nee. Dus we mogen maar geluk hebben dat het niet te veel op Nederland lijkt. En Amerika is in die zin gewoon een ander land. Wordt anders naar immigratie gekeken. Ik vind vaak op een veel barmhartige manier dan in Nederland. Ik vind het ook vaak nuttiger, effectiever. Het heeft mij af en toe is het wel mij te moedig geworden. Of dat kan ik met ledenogen naar kijken. Dat mensen eigenlijk buiten de samenleving staan omdat er geen banen zijn. Alle banen in Nederland zijn allemaal hele hoogwaardige banen. Dus als je als migrant, of je nou een arbeidsmigratie, als arbeidsmigrant komt of als vluchteling. Ja, als je de taal niet precies spreekt en je hebt niet de juiste diploma's, is het heel moeilijk om in Nederland aan het werk te komen. Ja, absoluut. Ja. En dat is in New York totaal anders. De arbeidsparticipatie van eerste generatie migranten is veel hoger dan die van gemiddelde Amerikanen. Ik denk dat dat heel goed is.
Maar daar is New York binnen Amerika natuurlijk ook een uitzondering op waarschijnlijk. Vincent, wat is er met jou gebeurd? Je bent zo zachtjes. Hoe kan het nou? Want ik heb hem expres harder gezet. Nu nog steeds? Ja, ik hoor je prima. Oké, dan is het alleen hier. Oké. Ja, maar Amerika is daar wel, New York is daar wel een uitzondering op binnen Amerika, toch ook? Nee, ik denk er zijn veel meer sanctuary cities. Ik denk dat eigenlijk de grote steden aan de kust, en daar wonen nou eenmaal de meeste mensen en ook de meeste migranten. Ja. Ja, dat die allemaal zo'n soort beleid hebben. Hoe schat jij de kansen van Trump eigenlijk nu in? Nou, ik kan niet zeggen dat ik betere insights heb dan de opiniepeilingen, maar zeg maar de belangrijkste peilings, ja, bureaus doen niet zozeer de peilingen, maar analyseren alle peilingen die binnenkomen. Mm-hmm. Dat heet 538. Ja. Die zeggen dat Biden is favored to win. Dus ze zeggen de kansen zijn 71 voor Biden en 28 voor Trump. Ik vertrouw erop, want uiteindelijk is het vaak een numbers game in de zin van hoeveel mensen gaan het daadwerkelijk stemmen. Van Hillary Clinton werden mensen niet heel erg opgewonden, of ze hadden zelfs een lichte aversie tegen haar, dus daarvoor ging niet iedereen naar de stembus. Er waren op dat moment aan de linkerzijde ook nog third party candidates, Jill Stein heette ze volgens mij, van de Groene Partij. Ja. Dat is ze nu niet. Dus de Democraten hebben nu, of zeg maar iedereen, de groene kandidaat, hebben ze zich wel gerealiseerd dat ze zich voor altijd onmogelijk zouden maken als ze zich nu kandidaat zouden stellen. Dus niemand heeft dat aangedurfd. Bernie Sanders, die toch ook wel de ernst van Donald Trump inziet, die heeft zich ook niet meer tegen de Democratische kandidaat gekeerd. Helemaal niet, ook tijdens het... de Democratische Conventie heeft hij niet voor onrust gezorgd. Dus mijn inschatting is dat veel mensen nu... Kijk, het is moeilijk voor te stellen dat mensen nu wel de straat op gaan om te demonstreren. Tijdens de pandemie toch veel risico nemen. Maar niet de moeite nemen om straks naar de stembus te gaan om Donald Trump eruit te stemmen. Dus ja, of per post gaan stemmen natuurlijk, want daar hoor je ook steeds maar weer over dat eigenlijk over 2 weken al begint. Of dat ja, dus de stemming eigenlijk veel verspreider is dan wij denken. Wij denken altijd dat het om 1 dag gaat, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, maar dat absentee ballots, dat wisselt ook erg per state. Ja. Het is niet dat ik echt een overzicht heb hoe het wat waar gebeurt. Donald Trump probeert het tegen te houden, want hij is bang dat vooral de Democraten zullen profiteren. Maar voor een deel snijdt hij in eigen vingers, want er zijn ook natuurlijk wat oudere mensen die op hem willen stemmen, die conservatief zijn. En die normaal gesproken ook met een absentee ballot per brief gaan stemmen. Gaat corona eigenlijk het land veranderen? Jij was in februari bij de opening van Countryside, The Future van Rem Koolhaas in New York. Ja. Dat is natuurlijk een soort ode aan het platteland en aan de innovaties die daar kunnen plaatsvinden. Denk jij dat het ook met het land die kant op gaat? Dus dat New York ook echt gaat leeglopen? Nou, het lijkt er nu wel een beetje op. Ik zag een paar foto's op Twitter van dat iemand vanuit zijn raam in Manhattan dat de 5... verhuistrucks op een zaterdagochtend verzameld stonden. Ik heb wel zulke foto's vanuit mijn huis, dan stonden de 5 trouwlimousines zo beneden in de straat. En ik woon aan een heel mooi parkje aan de East River. En dan waren er gewoon 5 trouwerijen op 1 dag. Of in ieder geval 5 mensen die foto's, 5 stelletjes die foto's wilden maken met de Brooklyn Bridge en de Manhattan Bridge als achtergrond. Oh ja. Dus het zal wel wat leeglopen, maar dat maakt het ook een stuk aantrekkelijker. Ja, ik had de meeste heimwee toen die Black Lives Matter protesten echt begonnen. En dat ze in Soho, zeg maar de allerduurste winkelwijkstraten van New York, de etalages in gingen gooien van Chanel. Ik had gedacht dat die werden allemaal dichtgespijkerd. Dan begint het weer te lijken op de jaren 80 en 90. Ik dacht, nou wil ik er wel heel graag zijn.
Om dat eens mee te maken, hoe dat is dan, ja. Ja, 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 jij schrijft ook ergens van, het is eigenlijk raar dat New York niet al veel eerder geplunderd werd dan nu. Ja, als je daar de verschillen ziet, de inkomensverschillen, is echt ongelooflijk. En ja, niet alleen inkomen, maar vooral ook vermogen. Dus dat het zo lang goed is gegaan, is sowieso al echt goed. Maar tussen aanhalingstekens, laat de coronacrisis zijn. Maar dat dat zo lang heeft kunnen voortbestaan zonder geweldsincidenten en plunderingen, is al een wonder. Maar ja, ik vind het wel echt heel fascinerend dat het gebeurt. Ja, maar nu helemaal met die Black Lives Matter demonstraties en wat daar dan in het kielzog gaan meegaat. En wie dat dan ook doet, die plundering en dat gedoe. Dat maakt het wel een hele dynamische tijd natuurlijk. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, de plunderingen maakt me ook wel zorgen over. Want dat kan, hè, het lijkt er ook wel even op dat Donald Trump probeerde met Law and Order mensen juist aan zijn kant te krijgen. Ja. En ja, ik ben dan ook wel bang van, oh please, speel nou niet Donald Trump in de hand. Ik wil niet dat hij de verkiezingen wint. Maar uit de eerste peilingen sinds de conventies lijkt het niet op dat het Law and Order verhaal van Trump veel impact heeft. Dat het hem erg helpt bij de kiezers. En hij is dus inmiddels ook weer overgestapt naar een nieuwe campagneboodschap. En dat is zijn anti-China message. Mm-hmm. En als dat nou ook niet aanslaat, misschien gaat hij dan eindelijk een anti-Rusland boodschap verkondigen. Maar daar vertrouw ik niet. Nu nog even niet, want Navalny is het niet vergiftigd. Daar hebben we geen enkel bewijs voor. Nee hoor. Hey, maar dat China, want dat is natuurlijk ook een van jouw... Want je, laten we toch ook vooral niet vergeten dat je ook econoom bent. En powerfeministen, maar daar komen we straks nog op. Maar dat je econoom bent. Jouw proefschrift ging natuurlijk over de ongelofelijke onderschatting die wij hier hebben voor China. En dat China zelfs mede de financiële crisis bij ons heeft veroorzaakt. Ja. Hoe kwam dat dan zo? Dat blijft een constante, hè, die onderschatting van China. Nou, China is een heel bijzonder geval. Wat er met China, die werd toegevoegd aan de wereldhandel, dat trad toe tot de Wereldhandelsorganisatie, dat is in 2001. Dat is niet zo heel uitzonderlijk. Hè? Er zijn andere landen China voorgegaan, zoals Zuid-Korea, Japan. En je zag dat die landen dan in de jaren 80 en in de jaren 90 een enorme groeispurt doormaakten. Want ja, die haalden van relatief arme landen. Er kwam er opeens een soort catch-up, het inhaaleffect van het Westen. Ja. Maar uiteindelijk, Zuid-Korea, daar wonen iets van 40, 45 miljoen mensen. Japan, daar wonen er 200, 220 miljoen. Dat kan de wereldeconomie, hè, kan het Westen, kan dat soort aantallen nog net verwerken. Hoewel bij Japan hebben mensen natuurlijk ook heel vaak mensen gedacht, jarenlang in de ethisch, in de jaren 80, dat Japan de hele wereld over zou nemen en Amerika van de troon zou verstoten. Ja. Maar het verschil tussen China en Japan is dat China een inwoneraantal heeft dat bijna 7 keer zo groot is als dat van Japan, maar 6 keer zo groot. China heeft 2 keer zoveel inwoners als de Verenigde Staten en de Europese Unie bij elkaar. En dat betekent, die mensen waren ook nog eens verschrikkelijk arm. Armer dan die mensen in Japan en Zuid-Korea op het moment dat zij toetraden tot de Wereldhandelsorganisatie. En gewoon helemaal deel gingen uitmaken van de economische handelsblok. Maar de mensen in China in 1990 leefden nog 67%, dus dat is 2 op de 3 Chinezen, in diepe armoede. En diepe armoede werd destijds gedefinieerd als $1 per dag. Weliswaar tegen lokale prijzen, maar dat is toch bar weinig. Stel dat jij van 365 euro per dag of $365 per jaar zo rond moet komen. Dat is gewoon helemaal niet denkbaar. De meeste mensen hier maar brassen dat er in een week door. Dus die mensen waren zo arm, dus die arbeid was zo goedkoop. Je hoefde ze maar net een beetje meer te bieden dan ze nodig hadden om in leven te blijven. Om daarvan hele goede arbeiders te krijgen in de fabrieken. Ja.
En dat was het niet alleen. De Chinese overheid organiseert het ook nog eens heel erg goed. Dus de Chinese overheid investeerde veel in infrastructuur. Er waren ook allemaal slimme dingen. Ze begonnen met economische zones waar bedrijven konden buitenlandse bedrijven konden experimenteren met hun manufacturing, met hun nijverheid, de maakindustrie. Ja, en zo verdween opeens hè, al die, bijvoorbeeld een bedrijf als Philips, toen ze over China, expansie naar China, daarover nadachten in de jaren 90, wilden ze eerst allemaal televisiesets verkopen in China, want dat had Fukuyama zo geschreven hè, in The End of History, als hij nou is allemaal aan al die Chinese televisies. Ja, daar waren de Chinezen natuurlijk veel te arm voor. Maar, dus Philips had al wel heel snel door dat in plaats van spullen te verkopen aan de Chinezen, moest je de Chinezen de spullen laten maken. Ja. Dan kon je de spullen die je eigenlijk tegen derde wereldlonen had kunnen produceren, kon je in de eerste wereld, Amerika en Europa, tegen eerste wereldprijzen verkopen. Dus dat zorgde voor gigantische winsten. Maar wat je dus krijgt, dat in Europa en in Amerika trekt een heleboel productiefaciliteiten trekken weg, een heleboel banen verdwijnen naar China. Dus de lonen in het Europa dalen, omdat de lonen in China zo laag zijn, terwijl de winsten exploderen. Dus als je eigenlijk denkt aan een economie als bestaande uit twee sectoren, arbeid en kapitaal, dan zag je de factor arbeid, winst, heel groot worden, het aandeel daarvan. Mm-hmm. En de factor arbeid werd kleiner. Dus als je een koek hebt van 100%, die samen 100% is, dan was vroeger de factor arbeid maakte 85% van die koek uit. Hè? Ja. Dus wat je eigenlijk als er 6 punten zijn in een taart van 6 punten, dan gingen 5 punten daarvan naar de factor arbeid en 1 punt ging naar de factor kapitaal. En dat is inmiddels zo veranderd dat niet meer dat de factor arbeid nog maar 4 punten krijgt en 2 punten naar de twee taartpunten naar de factor kapitaal. Dus en wat is daar het gevolg van? Dat het inkomen niet meer door arbeid wordt verdiend, maar allemaal bij winst, bij kapitaal zit. Is dat eigenlijk de consumptieve vraag, hè? De reden waarom bedrijven produceren, de reden waarom bedrijven bestaan, dat die heel erg relatief afnam. Ja. Want ja, de factor arbeid, werknemers hadden niks meer te besteden. En wat gingen vervolgens die bedrijven doen met dat kapitaal, dat ze met het geld dat zij hadden verdiend, maar niet konden gebruiken voor nieuwe investeringen, omdat niemand op nieuwe producten zat te wachten, want niemand kon zich dat veroorloven. Mm-hmm. En dan gingen ze allemaal staatsobligaties van kopen, waardoor de rente enorm daalde. Toen kregen we die huizenbubbels, en toen die huizenbubbels barsten, en toen hadden we de financiële crisis. Ah, zo zit het parcours in elkaar. Het is ingewikkeld, maar Nee, ik kan het uitstekend volgen. Er zitten nog een paar boze bankiers tussen. Boosaardige bankiers die ervan hebben geprofiteerd. Het is allemaal waar. Maar zonder die enorme rentedaling die het gevolg is van het feit dat de kosten van arbeid zo gedaald zijn en de winsten zo gestegen zijn, hadden we geen financiële crisis op dezelfde schaal gehad. Maar dat heeft dus ook eigenlijk een ander soort inrichting van de wereld tot gevolg gehad. En hoe verhoudt zich deze coronacrisis? Want hoe zou het bijvoorbeeld zijn geweest als dit ons, even buiten dan de geweldige elektronische middelen die we nu hebben, maar hoe zou het economisch gezien geweest zijn als dat ons 20 jaar eerder was overkomen? De coronacrisis. Zou dat, want wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat inderdaad de economie zo is ingericht dat heel veel bedrijven gewoon eigenlijk bijna nauwelijks buffers hebben. En omdat er natuurlijk zo ontzettend veel is bij aandeelhouders en bij investeerders aan kapitaal. Dus hoe zou dat dan, hè, we spraken bijvoorbeeld laatst
Roland van der Vorst. En die zei van ja, eigenlijk als je veel meer corporaties zou hebben, dus veel minder beursgenoteerde bedrijven, dan heb je eigenlijk een fundamenteel veel stevige economie die veel beter dat soort klappen kan opvangen. Ja, dat ben ik op zich wel eens. Ik moet heel eerlijk zeggen dat als we 20 jaar geleden zou het coronavirus Europa waarschijnlijk niet hebben bereikt. Kijk, nee, dat is ook waar. Ik zat zelf toen ik het zei al, toen dacht ik, nee, er zijn te veel dingen veranderd dat zie je al met die SARS-epidemie, hè, die niet is opgesprongen. Die is misschien ook iets minder, die is minder besmettelijk, maar meer dodelijk of zoiets. Maar ook de coronavirus is al in december al in Frankrijk, hè, met dat weten we nu achteraf, al gesignaleerd. Is in maar niet alles leidt meteen tot de pandemie. Er moet eigenlijk een soort superspreader event gebeuren om het een beetje van de grond te krijgen op een bepaald... Je moet gaan carnavallen of zo. Hè? Helpt. En, of skiën, dat is ook altijd goed. Après-skiën. Creëren op Vrouwendag heeft volgens mij in Madrid wel geholpen. Maar, dat ging ook goed. Maar ik heb een... dus dat is het eerste. Zonder globalisering hadden we waarschijnlijk deze grote pandemie niet in het Westen gehad. Nee. En wat natuurlijk enorm, wat je eerst zag is wat er in 2008, 2009 met de grote financiële crisis is gebeurd. Dat is namelijk dat de centrale banken en overheden, de banken, te hulp zijn geschoten en eigenlijk daar Jan met pet voor lieten betalen. Dat nu weer dreigt te gebeuren. Hè? Je ziet nu al dat de banken en de overheden, met name centrale banken, op weer nu niet alleen maar de gewone banken, maar vooral ook grote bedrijfsleven enorm te hulp zijn geschoten. Want die bedrijven, die vinden de lage rente ook heel fijn. En die hebben zich helemaal tot over de oren wat de huishoudens deden in de jaren 2000s. De naughties, zoals ze dat noemen, de twee zero's. De jaren nul van deze eeuw deden, waren het de huishoudens die zich tot over de oren in de schulden staken. En dat hebben dit decennium de grote bedrijven gedaan. Die hebben heel veel obligaties opgenomen of uitgezet. Een obligatie betekent dat je heel veel leningen krijgt. En die hebben veel eigen aandelen ingekocht om hun eigen rendement te verhogen, waardoor ze de managers hogere bonussen kregen. En op het moment dat die coronacrisis toesloeg en er een totale lockdown kwam in een groot deel van Europa, West-Europa en ook in Amerika, toen stonden al die bedrijven meteen op het punt van faillissement, want ze hadden helemaal geen geld om een paar weken aan uitgaven te dekken als ze niet ook inkomsten hadden. En die inkomsten vielen weg. Dus daarom moest er grootschalig geld uitgeleend worden door de centrale banken. Dus nu zijn weer de bedrijven gered. En je ziet dat de man met de pet is weer het kind van de rekening, lijkt erop. Want de verschillen worden weer groter, de vermogensverschillen. De man met de iPad. Jan met de iPad, zeg ik altijd. Ja. Nee, met de iPad. Maar de man met de iPad wordt weer de... Die wordt weer de lul. Ja. Ja, die wordt weer de lul, om het maar iets plastischer uit te drukken. Dat is waar. En dat is natuurlijk toch het cynische wat altijd weer aan de hand is. Zoals Cote en Bie altijd zeiden, de kleine man is altijd de dupe. Absoluut. Ja, precies. Dat zo is het. Maar als wij er nu zo aan toe zijn, hoe zie jij dan, want wij maken natuurlijk een podcast die gaat over bestuurlijke hervormingen, hoe je dat bestuurlijk anders zou kunnen doen. Wat adviseer jij nou? Doe maar eens een advies. Want hoe komen wij hier zo snel mogelijk bovenop en hoe zien wij dan een volgende keer voor ons dat we er stabieler in staan? Nou ja, wat je nodig hebt is een grote herverdeling van kapitaal naar arbeid. Ja. Hè, wat mis is gegaan. Er moet weer een volle taartpunt moet weer terug naar arbeid. Kapitaal moet dat afstaan en die gaat dat natuurlijk niet uit zichzelf doen. Dus dan moet de overheid een handje bij helpen door
belastingen te heffen. En vermogensbelasting is goed, successiebelastingen, erfbelastingen zijn heel goed daarvoor. Belastingen op grote ondernemingen zijn er uitstekend voor. En uiteindelijk is het wel te doen, hè? Je hoeft niet helemaal terug naar de tijd van de jaren 70, waarin, nou ja, zeg maar bijna de hele taart voor arbeid was. Het bedrijfsleven moest leven van de kruimels. Ik denk dat de situatie die we hadden ongeveer in de jaren 90, toen was China nog niet echt toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie, maar was globalisering was al wel gaande. Dus je zag al wel dat de macht van arbeid een beetje was afgekalfd en kapitaal iets meer dan alleen maar de kruimels had. Ik denk dat dat een goed punt zou zijn om naar terug te gaan. Dus dat de lonen weer wat sterker wordt, dat werknemers weer meer hebben te onderhandelen. Maar het blijft een lastig, het is een belangrijke rol voor de overheid op dat herverdelen. Want weet je wat het is? In de jaren 70 hadden we tekort aan arbeid. Ja. Toen begonnen we ook met migratie en dergelijke, want we hadden arbeidsmigranten nodig. Mm-hmm. Het lastige is dat we kunnen niet zorgen, er zijn 1,3 miljard Chinezen. Er zijn ook nog Indiërs die ook eigenlijk wel uiteindelijk mee willen doen. En die ook nog wel rijker willen worden. Die nog armer zijn en die rijker willen worden. En dan hebben we nog een continent met 1 miljard Afrikanen, zo niet meer. Die eigenlijk ook nog wel een heleboel, die ook nog een heleboel verbetering van hun levensstandaard zouden willen. En die het ook zou gunnen. Waar natuurlijk globalisering ook een belangrijk tool voor is. Dus het is heel erg moeilijk om opeens arbeid schaars te maken. Daar zou een epidemie aan kunnen helpen, maar dan moet hij wel nog wat steviger zijn dan de corona-epidemie. En dat wens ik ook niet. Maar dus in westerse landen, in rijke landen, welvarende landen, is er een hele belangrijke rol voor de overheid om te zorgen voor een eerlijke verdeling tussen arbeid en kapitaal. En doorgaans betekent dat dat op zijn minst zo'n 75% van het nationaal inkomen zo niet meer naar arbeid moet gaan en dat slechts de rest naar kapitaal kan gaan. En dat is best te doen, dat is best te overzien. Dat gaat over 5% eraf voor kapitaal en 5% erbij van de BBP erbij voor arbeid. Daar kun je een heleboel voor doen. En is er een heleboel aan het evenwicht hersteld. Leven wij eigenlijk boven onze stand? Leven wij boven onze stand? Nee, wij zijn de Jan met de iPad, dus wij leven onder onze stand. Wij, maar de mensen als geheel in het West? Nee, dat denk ik niet. Nou, we moeten het gewoon delen. En dat mag best, dat hoeft niet van één dag op de andere, maar dat moet voldoende begeleid worden door de overheden. Dan kan dat prima. Ja, jij maakte je ook, jij zei ook iets van al dat iedereen die Huawei nu weert, daar maakte jij een bezwaar, in ieder geval een nuance bij. Want het is natuurlijk heel bon ton om dat te zeggen van Huawei, dat moet absoluut, mag niets met ons te maken hebben, maar jij maakte daar kanttekeningen bij. Ja, komt het wel. Vincent, je valt weer weg aan deze kant. Ben jij ook, Helene? Nee, ik hoor je nog prima. Even kijken. Nou ja, we moeten zorgen dat de bedrijven geen renteaftrek meer hebben. Dat is ook goed als we dat voor huishoudens gaan beperken. Gaat ook gebeuren hoor. Die hypotheekrenteaftrek die blijft ook niet. Nee. De manier is stand zoals die er nog is. Maar voor bedrijven moet die aftrek ook worden afgeschaft. Dan maken ze zich nooit meer zo kwetsbaar als ze nu hebben gedaan. Wat gaan wij? Dat is wel heel belangrijk. Ik moet ook zeggen, ik vind het wel lastig hoor. Ik ben wel het is bij mij wel volop in beweging mijn standpunt over China. Yeah. Niet zozeer vanwege Huawei, maar natuurlijk wel wat er in de provincie Xinjiang gebeurt, wat er nu in Hongkong gebeurt. Yeah, yeah. Dat is heel erg zorgelijk. Ik hoop enorm dat een president Biden Xi Jinping, president van China, ja, toch ergens, als dat ze elkaar halverwege kunnen ontmoeten, dat het Westen meer garanties krijgt ten aanzien van mensenrechten, bescherming van gegevens van Xi Jinping, zodat ook die handelsrelaties redelijk in stand kunnen blijven. Maar ik vind het hele simplistische waarmee wij
Huawei zomaar verbieden en achter Donald Trump aanlopen, vind ik heel kwalijk. Ook dat hele TikTok, dat gaat alleen maar over het politiek gewin van Donald Trump. Donald Trump kan er niet tegen dat die comedienne, Sarah Cooper, op TikTok al die leuke filmpjes heeft. Persoonlijk gedreven is dat eigenlijk. Ja, maar er wordt ook gefluisterd dat hij, omdat Microsoft het wilde overnemen, dat hij ze wilde helpen door de druk op te voeren. Absoluut. Hij heeft ook gezegd, hij heeft ook bedongen dat Microsoft, dat als de deal doorging, dat Microsoft aan de Amerikaanse staat een soort succesfee zou betalen. Nou, dat is natuurlijk ongehoord. Daar staat En dat Amerikaanse gebruikersgegevens ook nooit meer buiten Amerika zouden komen op servers. Wat natuurlijk een totale infantiele gedachte is. Hè? Ja. Als je het hebt over de verbonden wereld. Ja, en ik vind bovendien, kijk, dat er iets aan die bescherming van die gegevens wordt gedaan. Dat vind ik niet heel problematisch. Maar als je ziet overheden vragen de hele tijd bij Facebook alle handige gegevens van gebruikers op. China heeft dat nog nooit gedaan, voor zover ik na heb kunnen gaan. Nederland wel. Amerika is degene die dat het allermeeste doet. En 70% van die aanvragen worden door Facebook ook gewoon meteen ingewilligd. Daar komt geen rechter aan te pas. Nee. Dus daar heb je als Facebook-gebruiker ook niet zo heel veel Bescherming aan. En als je ziet wat Facebook met gegevens heeft gedaan tijdens de vorige verkiezingen, stelt dat ook niet gerust. Ach nee, ja, totaal niet. Maar dan is het, kijk, het zijn natuurlijk allemaal afleidingsmanoeuvres van je eigen dingen die niet deugen. Absoluut. En waarom hebben we, als hij zo bang is voor misbruik en data en beïnvloeding door China, waarom hebben we het dan niet over Rusland, waarvan bewezen is dat ze die data misbruiken en de verkiezingen proberen te beïnvloeden in de Verenigde Staten. Ja. Maar daar horen we hem niet over. Nee. Dus je hoopt natuurlijk uiteindelijk dat het Biden wordt. En zijn vicepresident, zou dat nog invloed hebben? Nou ja, ik moet wel zeggen. Kamala Harris, de vice president van de Verenigde Staten, wordt. Dat zou voor mij wel een hele heel veel goed maken voor het feit dat Hillary Clinton in 2016 verloren heeft. Ja. Ze vinden dat echt helemaal een fantastische vrouw. Ze zou dan ook echt in pole position zijn om in 2024 de eerste vrouwelijke president te worden. Ja, dat is natuurlijk bijzonder. Niet alleen maar omdat ze vrouw is, maar ze is ook biracial. Ze heeft in de zin niet van ze is Amerikaans en half zwart. Ze is niet half wit Amerikaan en half African American. Maar ze is half African American en half Indiaans. Ze komt uit een Tamil-familie. Haar moeder kwam uit India. Ja. En dat is heel bijzonder, want ook wat je aan haar ziet, zij, ja, ze is echt, ze viert haar afkomst. Daar is ze heel trots op. En er zit niet een spoor van bitterheid of verlegenheid. Ze is gewoon, ja, ze is heel blij op haar wortels, heel trots op haar wortels. En dat is heel erg mooi om te zien, want dat is eigenlijk heel erg hoe de Amerikaanse migratiegedachte is. Hè? Dat als je daar ook de naturalisatieceremonie, dan wordt ook altijd tegen je gezegd, tegen degene die een Amerikaans paspoort krijgt, van gezegd van, en op je oude paspoort moet je heel zuinig zijn. Dat is belangrijk. Het is belangrijk dat je, als je geen wortels hebt, kun je niet verder groeien, kun je niet bloeien. En ik vind dat zij daar het allermooiste voorbeeld van is, met haar trots. Ze is echt zo'n leuke, ze heeft zo'n schwung. Ja. Leuk, ja, maar dat is gewoon eigenlijk integratie met behoud van identiteit. Het is iets wat voorkomen in tegenstelling is, dat hoe men daar in Nederland vaak over denkt, dat een soort eenheidsworst moet toetreden en dan ben je een Nederlander. Maar ja, juist dat oorspronkelijke en dat diverse moet je natuurlijk gewoon behouden. Dat lijkt me eigenlijk, dat maakt de samenleving natuurlijk ook leuk. Want dat vond ik zelf ook, ik ben één keer in New York geweest, maar dat vond ik zelf het allerleukste aan die stad. Ongelooflijk, hè? De gedifferentieerdheid, de verschillende mensen, de stemming die er was. Echt die volledig anders was dan hier. Ja,
Het is echt een compleet, nou ja, in die zin, als je het op, weer op die manier zegt, dan, oh god, dan heb ik zo'n heimwee. Nog even één ding over Pamela Harris, wat ook interessant is, is dat zij dus niet het product is van de Ivy League scholen. Nee. Dat ze niet naar een Ivy League university is geweest, hè? Nee, ze is naar een Howard University geweest in het midden van Washington D.C. En dat was een zwarte universiteit. Maar het was een hele bijzondere universiteit, want het was een universiteit waar het zwart zijn echt gevierd werd. Dus waar ze mensen echt, de studenten echt opleiden om de nieuwe leiders te worden. Niet om de revolutie te ontketenen à la Malcolm X of Martin Luther King, maar wel om, om bestuursvoorzitter van de grootste onderneming van Amerika te worden, of inderdaad vicepresident of president te worden. Ja. En nou ja, dat heeft, dat is ook wel heel mooi. Dit, als je dat ziet en je traint mensen, ja, dat je mensen daar specifiek voor opleidt, is een heel mooie gedachte. En dat waren hele trotse studenten. Die zijn ook allemaal zich heel bewust van waar ze vandaan komen. Je hoort haar ook vaak vertellen op wiens schouders zij staat. Ja. En zij niet de eerste vrouw zomaar is, dat niet uit het niets komt. Maar dat er natuurlijk veel zwarte vrouwen haar voor zijn gegaan. Die voor haar een deels de strijd hebben gestreden. Dat zij nu zover kan komen. Dus dat is gewoon ongelooflijk mooi. Vier jij het Twents zijn? Nee. Maar ik ken nog wel het Twentse volkslied. Ja, tussen Dinkel en Regge, daar ligt een land. Ja. Waar Twickel zijn torens uit Lover verheft. Ja, nee, ik ken hem. Waar het snelvlietend beekje het molenrad doet gaan. Ja, hij is geweldig. Ja. Ons mooie en nijvere Twente. Nou, dit is ons mooie en nijvere Twente. Ja. Ja, hartstikke mooi. Maar ik vier wel mijn ouders en mijn broer en zus. Hoe kom je aan Mees eigenlijk? Hoe kom ik aan? Ik ben een migrant in Amerika. Ik had al 2 jaar in Brussel gewoond en al ontdekt dat mijn eigen meisjesnaam, mijn meisjesnaam heel ingewikkeld uit te spreken is voor iedereen buiten de Nederlandse landgrenzen. En in ieder geval voor de niet-Vlamingen, maar ik geloof zelfs voor de Vlamingen in België. En toen kwam ik in de Verenigde Staten. En toen zei iemand, ik geloof een keertje bij de bank, die zei tegen, oh, maar dat kun je gewoon laten veranderen. En dan zie je ook weer hoezeer Amerika een migrantensamenleving is. Ja. Waar het heel belangrijk is, ja, what's in the name, maar waarin het heel belangrijk is dat je dat je gewoon in het economisch verkeer mee kunt doen, omdat je in je eigen onderhoud moet voldoen, of in je eigen onderhoud moet kunnen voorzien. En geen overheid voor je klaarstaat, zoals in Nederland, om jou te onderhouden. Dus dat heb ik gewoon op de Amerikaanse wijze, dat proces doorlopen, wat een hele makkelijke procedure was. En dus toen heb ik mijn naam veranderd en ze vroegen me wat betekent Mees. Ik zeg, ja, dat is een kleine vogel. En Mees zelf, ik hou heel erg van, dat is net geen alliteratie, maar het is binnenrijm, dus ik vind dat heel mooi. Assonantie is het, ja. Vind ik heel mooi. Ik vind het ook al lussen. Het is gewoon jammer. Ik had vroeger een heel mooi handschrift. Dat ben ik kwijtgeraakt door alle typen. Maar dan kon ik ook, en juist die ace kon ik op mijn hele mooie grote lussen. Dat kon ik heel mooi schrijven. En ook een hele mooie N. Die heeft ook zulke van die mooie lussen. Ik schreef het echt zoals het altijd in de schoolboekjes werd voorgedaan. Mm-hmm. En ik had ooit een kledingzaak. Ik woonde destijds in Den Haag in het begin van mijn loopbaan. En toen was daar een winkel en die heette Mees. En dat was altijd zo'n kaartje en dat hing aan de kleding. En dan, dat had ik nog meegenomen omdat dat er ook zo mooi opgedrukt stond met mooie drukletters. Dus daar komt de naam Mees vandaan. Nou, eigenlijk wilde je je wilde gewoon zo heten. Is dat eigenlijk, staat dat een beetje een model ook voor Amerika, dat je kan zijn wie je wilt zijn? Misschien heeft... En je uitgedrukt in je naam dan?
Ja, uitgedrukt in mijn naam. Was het ook een nieuw begin eigenlijk? Ik ben niet van nee, helemaal niet. Ik denk veel meer op het weggaan uit Nederland naar Brussel. Dat was het, denk ik, veel eerlijker dan mijn stap na 2 jaar Brussel naar New York. Ja, ja. Eigenlijk was New York bijna weer een beetje thuiskomen naar Brussel. Brussel is veel, ja, is eigenlijk een beetje vreemder. Misschien ook omdat het toen, ja, voor het eerst was dat ik echt buitenland werkte. Ik had al wel gestudeerd in het buitenland en dergelijke. Maar ja, dat was een, ik kreeg zeg maar in Brussel echt de smaak van het buitenland te pakken. Kunnen we het even hebben over, je komt uit Brussel. We hebben in onze gesprekken, de allereerste die we hadden, dat was Olaf Slijpen, die zijn internationale Europese carrière begon bij de ECB toen hij met Duisenberg mee ging naar Frankrijk. En jij hebt die Brusselse ervaring toen opgedaan. Hoe kijk jij tegen Nederland en Europa aan? En de rol van Europa. En hoe dat in de komende jaren zou moeten gaan worden. Want we hebben nu het verhaal gehad van Sigrid Kaag die zich uitlaat over Europa. We hebben de voorzitter van de directie van de Nederlandse Bank heel uitgesproken over Europa gehoord. En nu even jouw visie op Nederland in Europa. Nou ja, ik vond het verhaal, daar gaat mijn column vanmorgen in de Volkskrant over. Weer heel dappere haarje in schoollezing van Klaas Knot. Ook heel goed dat het eindelijk gezegd wordt. En ook heel goed van hem dat hij in de Volkskrant de kranten in Nederland toch een beetje voor tabloids uitmaakte. Hij zei van kijk eens wat er in het VK is gebeurd. Als media een vals beeld blijven schetsen. Dan op een gegeven moment dan gaat gewoon die eurosilo's ten onder. En gewoon door misinformatie. Ja. He, en hij wees heel duidelijk naar de tabloids in het Verenigd Koninkrijk. Maar heel eerlijk gezegd, mijn eigen krant, Volkskrant, heeft ook een handje van om een vals beeld te schetsen. Deels zijn ze in goed gezelschap. Mark Rutte doet dat ook altijd door te zeggen dat de Italianen de begroting niet op orde hebben. Bob Hoekstra is ook zo'n type. Terwijl als je ziet dat de Italianen veel deugdelijker begrotingsbeleid voeren dan de Nederlanders in de afgelopen 25 jaar. Bovendien zijn de Italianen niet de potverteerders die wij hier in Nederland zijn. De Italiaanse huishoudens hebben maar een schuld van 40% van het bruto binnenlands inkomen. Ja. Terwijl de schuld van Nederlandse huishoudens maar liefst 100% van het bruto binnenlands product is. Terwijl de Italianen vaker een eigen huis bezitten. Want vaak weten wij bij ons dat eigen huis bezit. Maar dat is dus ook al niet de verklaring. Dus ik vind het heel kwalijk de rol die Nederland speelt. Waarom doet Nederland? Want Dijsselbloem deed dat natuurlijk ook. Het is een soort van nare terechtwijzende houding. Wat zit daar nou toch achter? Want het is er niet uit te rammen. Want het was... Ja, toen hadden we natuurlijk nog geen Europa. Maar dit soort houding is al heel oud in de Nederlandse politiek natuurlijk. Ja, ik denk dat het al teruggaat naar de Gouden Eeuw. Ja, absoluut. De olieverf schilderijen die we hebben waar de zelfgenoegzaamheid vanaf druipt. Dat is Nederland nooit meer kwijtgeraakt, die houding. We zien altijd zo goed. Ja, ik weet... Zeg maar, als je lang weg bent uit Nederland, dan raak je uitdrukkingen kwijt. Maar je... We rekenen alles. We zijn natuurlijk ook een handelsnatie. Ik heb er zelf ook een handje van. Hoor. Maar dat je alleen maar alles naar jezelf toerekent. En alleen maar ziet wat jou iets kost. En nooit eigenlijk de voordelen van iets ziet. Dus in mijn column van morgen maak ik ook de vergelijking. Kijk, we hebben een hele goedkope euro. Die begint nu net ietsje duurder te worden. Omdat de dollar wat zwakker wordt. Maar we hebben jarenlang geprofiteerd. In Nederland als handelsnatie. Van een hele goedkope euro. Hele lage koers. Kijk, wat er met Zwitserland gebeurt, die geen deel uitmaakt van de eurozone. Die koers in de afgelopen 10 jaar van de Zwitserse frank is met 50% gestegen. En de koers van de Zwitserse frank zou nog veel meer gestegen zijn, waren het niet dat de Zwitserse centrale bank
op grote schaal heeft ingegrepen door buitenlandse valuta te kopen, waardoor ze de prijs van de koers van de Zwitserse frank een beetje naar beneden konden houden. Het probleem daarvan is dat als je dat doet, dat de Amerikanen hebben gezegd, Zwitserland is manipuleert zijn nationale munt. En die dreigen nu met sancties tegen Zwitserland. Hoeven wij ons als Nederland nooit zorgen over te maken. Hè? We hebben een hele goedkope euro. We hebben een negatieve rente. Daarvan profiteren we alleen maar. Maar dat rekenen we ons nooit rijk mee. Want wij vinden alles wat goed met ons gaat en wat we als voordelen hebben, dat komt ons rechtmatig toe. En als wij ook maar iets moeten betalen aan Rome of aan Griekenland, dan schreeuwen we moord en brand. Ik vind het een totale schande. Ik vind het echt... Ja, het is ontzettend kinderachtig ook gewoon. Good for you. Nou ja, het is meer dan kinderachtig. Het is een totale schande. Het is helemaal eens. Benepen dan. En morgen staat het in de Volkskrant. Nee, vanmorgen. Ja, het staat met iets minder outrage en met minder gebaren, want die mag ik er niet bij. Maar ik vrees dat we wel naar het einde moeten, David. Het gaat de wereld in. Dus. Ja, absoluut. Ja. Zullen we naar de boekentip gaan? Oh, moet ik een boekentip hebben? Nee. Ja, maar dat hebben we expres niet voorbereid. We eindigen altijd met de spreker te vragen om... Geef ons een tip, welk boek moeten we lezen? En dat mag een boek zijn wat je tijden geleden gelezen hebt of recent. Maar wat geef je aan de kijkers en aan ons mee, aan Vincent en mij? Nou ja, natuurlijk. Ik ben nu bezig. Oh, je eigen boek. Ja. Nee. Ik ben nu bezig met These Truth van Jill Lepore over de Amerikaanse geschiedenis. Maar ik ben nog niet. Weet ik dat dat genoemd wordt? Van harte. Maar ik ben nog niet ver genoeg om het van harte aan te kunnen bevelen. Het boek wordt vaak genoemd. Ik ga lezen. Ik zou gedichten gaan lezen. En kom dan eens even met één bundel. Ik ben Vassalis, hè. Het gaat nooit meer weg. Nou, fantastisch. Ja. Woestijnen en tuinen en woestijnen. Dat denk ik. Nou. Mooi, ja. Dank, prachtig. Helene, ja, we kunnen natuurlijk eigenlijk nog heel lang doorpraten. Maar dat, misschien doen we er wel een... Zullen we een tweede gewoon doen een keer? Lijkt me uitstekend. Dat lijkt me heel goed. Een biertje, dat is ook goed. Ja, dat lijkt me ook heel goed. Hey, maar ontzettend bedankt tot dusver. Nou, jij, Vincent en David ook. Dankjewel. En tot gauw dan ergens. Ja. Oké. Okay. Bye. 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 Bye.